Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag dag 4, denk ik. Ja, ik denk dag 4. Ja, dag 4 zijn we vandaag. Woensdag. En ik denk dat het nu bijna 9 uur is. En we gaan de dag beginnen. We gaan zo dadelijk naar het ontbijt. We zijn ondertussen al even in San Antonio aan het shoppen. En we zijn gewoon aan het kijken en komen toch nog eens sowieso terug. Dus misschien dat we dan iets gaan kopen. Mijn broer heeft wel zo'n Jordan mini schoentje gekocht. Die bijpassend is bij zijn andere Jordans. En voor de rest zijn we gewoon aan het kijken en gaan shoppen. Het is heel warm vandaag. Dus ja. Dit zijn we nu aan het doen en ik denk deze namiddag aan het zwemmen. Nu zit ik even op het balkon, wachtel ik ga douchen en zwemmen heb ik niet gefilmd omdat ja, ik mijn zwemprivacy niet wil schenden, dus dat is dus de reden. Ik heb trouwens de nieuwe bikini aan van Calcedonia die ik eerder heb gekocht in Ibiza. Ja, het is vandaag een lekker warme dag hier. Ik weet eigenlijk niet hoeveel, daar heb ik nog niet naar gekeken. Ik was vandaag 30 in de schaduw, dus dat was 4,35. Maar er stond geen wind, dus het voelde aan als in 40. Dus het was pretty hot en super zonnig, geen wolkje. Dus ja, maar voor de rest. Fijn, San Antonio hebben we niks gekocht, maar wel zo rondgekeken voor leuke dingen. We gaan toch altijd nog eens terug, dus dat is niet zo ver van hier. En laat me weten als jullie willen dat ik nog een aparte video maak van bijvoorbeeld prijzen hier, andere dingen, leuke tips, want het is de vijfde keer dat ik in Ibiza ben. De vierde keer in dit hotel. We nemen het gewoon altijd omdat het rustig is en dat dichtbij alles ligt. En altijd een super mooi uitzicht. Want nu ben ik ook gewoon lekker aan het genieten van het uitzicht hier. Dus ja, waarom niet? Mijn outfitje voor deze avond, een corsetje van Bershka, denk dat ik ooit gekocht heb, en een rokje, geen idee waar. Oorbellen van de boutique bij mij in de buurt en we zijn nu onderweg naar dinner. We
We zijn onderweg naar Passalatore voor de zonsondergang. Ik denk dat ik jullie mijn outfit heb laten zien, ik weet het al niet meer. We hebben trouwens ingevlogd in het staart. En we gaan de zonsondergang zo dadelijk bekijken. Bij het uitzichtpunt langs Passalatore. En nu zijn we terug onderweg naar het hotel om nog iets te gaan drinken. Met de prachtige lichtjes op de achtergrond. Ik hoop dat jullie een fijne vlog vonden. Vergeet zich niet te abonneren. Doe thumbs up. Ik zie jullie in de volgende vlog. Bye.